Oh, we gaan even stoppen, want ik heb een idee, Chris. We gaan even stoppen. Ja, waarom moesten we nou stoppen? Nou, we beginnen gewoon een nieuwe vlog. Ja. In een segway-toertje langs wat verschillende bungalows. Een bungalow-kijkvlog. Ja, zo ongeveer, hè. Wel de vernieuwde natuurlijk. Want de oude, ja, die kent iedereen wel aan. Ja, maar de oude die gaan binnenkort ook allemaal weg. Dus ja, dat wordt allemaal vernieuwd, dus dat heeft allemaal geen zin. En we zitten, zoals jullie weten, op Center Parks de Camper Venne. En als je het nog niet weet, daar staat het ook nog. En we zitten bij de woonboten. Nee, de woonboten zijn nog niet vernieuwd. Dus daar moeten we dan een hele andere keertje voor terug. Maar we komen terug met wat vernieuwde. De kleine shotjes van de vernieuwde laten we in deze vlog zien. En de uitgebreide cottage tours komen dan per cottage ook online. Dus blijf kijken. Ja. Abonneren. Liken. Druk op de belletje, krijg je die updates binnen. En de comments. Ja. En abonneren gewoon doen. Het is gratis. Dan zeg ik tot zometeen. Tot zo en geniet van de vlog. Zo, eens even kijken hier in het sportcafé. Nou, het enige wat ik wel al weet is dat hier hele mooie speeltuin. We hebben hem al op de segwaytjes laten zien. Ja. Nou, en dit komt er even bij. We gaan even binnen kijken. Ja, wat grappig. Is dat een iglo? Dat is een beverhuis. Of een otterhuis. Hier zitten geen bevers. Misschien is er binnen wel wat vernieuwd. Ja. Ja, we gaan eens even kijken. Maar mijn idee is dat het vernieuwd. Nee, dit maar was er toen ook wel. Nee, dat was de laatste keer ook. Die was er al, deze hier. Ja, die was er al. Daar ook, en deze dingetjes hebben ze erbij gezet en wat meer zitplaatsen gemaakt. En daar is nog steeds de squash en de escape room. Nou. Gaan we weer lekker verder. Ja. Maar het wordt wel nog allemaal gedaan. Ja, volgens mij krijgt het ook weer een opknapping. Ja, dit wordt dan niet meer het sportcafé, maar het wordt dan de Action Factory genoemd. Dus het wordt allemaal nog gedaan. Ik denk niet een grote baluba. Niet? Nee. Ik weet het niet, misschien. Nee, ja, weet je, het is geen kinderpark. Nee. Ja, misschien wel, omdat er heel veel kleine kinderen zijn die er ook op de speeltoestellen. Zou het best kunnen. Ja. Ja. Kom, we gaan snel weer door met die segways en dan zien we waar we uitkomen. We zullen zien wat er komt. Ja. Even nu. Ja, gaan we weer. Het weer is prima vandaag. Oh. Ik heb hem al gevonden. Ik heb hem al gezien. Ja, kijk, daar ligt hij al. Nee, hier zo. Nee, oh, je hebt helemaal gelijk. We moeten die andere kant op. Ja, we kunnen. Ik zal even voor de zekerheid nog checken. Ja, 122. Zo. Dan krijg je bier te hebben, zeg. Ja. Okay. Dan zijn we aangekomen bij de 122. En wat is dit voor een cottage? 6 persoons fit. Zullen we even binnenkijken? Ja. Want ik heb sleutel, hè? De mensen zitten er allemaal geblendeerd aan, maar zitten er zelf in. Ik hoop het toch wel. Ja.
ben benieuwd. Ik ook. Vipje geeft altijd weer wat speciaals. Even kort blikje. Blikje erin bedoel ik, hè? Kort blikje. Oh, die is mooi. Ja. Wow. Die is echt mooi. En dan willen jullie misschien nog heel snel die sauna zien. Nou, laat ik hem dan snel even opzoeken. Volgens mij hier. Dit is hem niet. Zeg hem maar van buiten. Oh ja, dat mag ik zien. Ruimte. Kijk, dit is wat een ruimte. Zie. Wat een ruimte. Waar is het bad dan? Nou, waar het bad is, dat zien jullie in de volledige korte stoer. Rechtsboven in de hoek, als we hem al hebben uitgezonden. En anders gewoon blijven volgen. Wij gaan weer door naar een andere cottage. Ja. Ook een hele leuke. Maak jij nog snel een foto, dan kunnen we door. Ja, dan gaan we van de voorkant. Oké, dan ga ik hem weer hierop installeren. Zo, op naar de laatste. Ik heb de sleutel in de hand, dus we kunnen gaan. Oh, het is poetsdag voor de huisvrouwen. Ja, het is poetsdag. Het is hier ook poetsdag. Het is elke dag poetsdag. Hoppakee, ik hoop dat jullie dit... Ik hoop dat jullie dit ook een leuke vlog vinden. Zo lekker met de zak weer rond en dan een paar van die huisjes in een korte blik noem ik het dan zien. En dan later de lekkere grote cottage tour. Ja, gelijk een beetje het park rond. Het is weer wat anders dan met een fiets of een golfkar. Goed, ik ga toch even op het bordje kijken waar we naartoe moeten, want ik denk dat we die kant op moeten. Anders gaan we hier het hele ding door en daar heb ik geen zin in. Gaan we deze grote... Weet je wat? Ik ga het wel doen. Ik zeg net dat dat leuk is om te zien. Maar gewoon die kant op. Ja, we hebben nog accu in de sec. Ja, in de sec weer wel. En de GoPro bijna niet meer. Maar volgens mij moet die hier ook liggen. Alleen aan het begin. Ik ga altijd wel harder dan ik is. Ik ga even remmen. Ik zeg, ik ga altijd wat harder dan jou. Ja. Rij jij me voorop, nummer 24. 24? 124? Ja. Nee, 24. Huh? Staat dat ook al? Ja. Zone 0. Nee, ik hou je echt niet van de gek. Nee, daar komen we straks nog. Ja, ja. Hier zijn we vorige keer ook al geweest. Dus we gaan nou deze kant op. We zijn er bijna. Zo. Ik was er weer te ver. Kijk, Chris had hem gelijk, die had hem gelijk goed. Kijk, dit is hem. Twee persoons VIP. Twee persoons VIP. Gaan we een korte blik doen? Ja. Oké. Okay. Ben je klaar voor de korte blik? Ja, ga even kijken. Ik noem het maar de korte blik. Nummertje 24. Het is de twee persoons VIP. Het is hopelijk een hele mooie. Ik denk het wel. Premium, daar heb je helemaal gelijk in. Wauw! Zo. Dit is wel gaaf! Wat een ruimte voor twee personen. Zo! Dit is gaaf! Dat is de vier personen geweest, hè? Ja.
Wat is het daar? De sauna. Oh, de sauna zit hier. Oh, de deur dicht. We waren de rest nog. Willen jullie de hele sauna zien? En de rest van de bungalow? Rechtsboven in de hoek. Dus blijf kijken en je ziet hem vanzelf. Dan gaan wij weer door naar de receptie. We gaan de sleutels teruggeven. Ja. We hebben genoeg gezien voor vandaag, want we willen ook nog andere dingen doen. We willen bijvoorbeeld nog even gaan zwemmen. Ja, ook nog. Dus, oh, dit is de uitgang. Ik kan niet door het raam in. Nee, ik kan niet door het raam in. Dus dan gaan we even door met de stempjes weer en dan zijn we klaar. Een beetje op slot. Dat is wel verstandig. Heb je de sleutel? Ja. Sluit jij af? Oké, okay, dan gaan we weer door. Nou, het vervolg zien jullie weer terug. Ik schakel weer naar de GoPro. Ja, wie weet hè? Wie weet toch ooit, als we gaan boeken. Klaar voor. Ik ook. Op naar de receptie. Hij is niet ver weg. Kom bij de dieren weer. Oh, wat een groot paard. Nou, hij is al een sleutel zo klein. Dan zien we wel weer wat dat trekwerk tegenkomt. Een koe. Hé, hey, ze hebben koeien. Koeien, ja. Zometeen. Dat mag. Nee. De receptie. Verkeerde uitgezet. Wil je eerst naar het huisje, zei je? En we gaan eerst eventjes deze vlog afsluiten, Chris. Hier bij de diertjes. Wat zeg jij? Ja. Zo, kijk eens, ik heb hier een mooi plekje gevonden. Hallo! Zo! Nou, ik vind dit ook wel een mooi plekje. Ja, lekker, mooi. Wou je verder het strand op? Dat kan. Voor af te sluiten niet, is het prima zo. Prima zo, ja. Nou. Kom maar hier staan, zet hem maar neer. Zo, nou, dat was hem weer. Ja. Ik denk dat dat een hele leuke vlog wordt. Een beetje op de segways. Hier zo. Een beetje het park rond. Ja, kijk. Oh, die loopt ook nog, die camera. Nou ja, heeft ons ook mooi erop staan. Dus een beetje het park rond, een beetje door die paadjes laten zien. Waar je ook al met de fiets kunt komen. En we staan nu hier nou bij de kinderboerderij. Hier zo. Bij het strand. En ook nog bij het strand aan die kant. Sommerhotspot is het geweest.
In de zomer. Ja, het is een beetje na zomer. Kijk, dan heb je mooi uitzicht op die woonboten. Geweldig toch? Ziet het er mooi uit, Chris, of niet? Echt mooi, hè? Ja, ik vind het ook heel mooi. Ja. Dus. Nou, maar wat ik dus al zei. We gaan hem afsluiten. Ik vond het wel een hele mooie vlog zo. Dus de duimpjes omhoog. Laat weten wat je ervan vindt in de comments. Ja, abonneren. Het is gratis. Ja. Voor als je nieuw bent, kun je abonneren. En? Ja, deel de video, hè. En deel de video. En dan maken wij nog meer video's zoals deze. We proberen steeds wat verschillende te doen. Zoals dit keer in deze van... dat we stukjes van de cottages erin hebben laten zitten. En dan toch weer doorlinken naar de echte cottage. Dat is misschien ook wel leuk. Ja. Vind ik dan. Dus, maar... voor nu zeg ik... tot de volgende video. Tot de volgende video. Doei. Doei. Hey, misschien is het leuk om toch nog een paar droombeelden door te gooien. Ja. Kun je nu zien? Die zien jullie nu. Het is gelukt hoor mensen, geen paniek. Nou, terug naar die cottage, dat was een mooie video. En dan kunnen we die actioncam even opladen. Dat is ook wel belangrijk. Ja. En dan, dan zeg ik mensen, echt tot de volgende video. Doei! Dat is wel leuk, hè? Ja, dat heb ik ooit eens gedaan. Engeland, Ierland. Ik ga hem snel aan de lader gooien.